Volk van Suriname, lobby, brother Nangasisa, mag u allemaal groeten. Vandaag ben ik bij u met goed nieuws. En dat goede nieuws heb ik net gehad van de baas van Total Energy. De oliemaatschappij die in Suriname opereert in onze offshore water. En hij is net met zijn delegatie op bezoek geweest bij mij. En hij heeft me een update gegeven van de ontwikkelingen met betrekking tot hun exploratieactiviteiten in blok 58. De verschillende boringen, de resultaten. En ze zijn al hier 3 jaar bezig met hun exploratie. En vandaag hebben we van meneer Patrick Pouyan, hij is de grote baas, de CEO van Total Energy. En die heeft met alle cijfers en feiten mij als president, maar ook de regering en ook de samenleving hiermee geïnformeerd. Dat ze met alle exploratieactiviteiten, de data die ze verzameld hebben, alle wetenschappelijke informatie, dat ze daardoor nu bevestigd hebben dat er een grote olievoorraad aanwezig is om te starten met de commerciële exploitatie. En in feite heeft hij aangegeven met alle cijfers dat we ruim 700 miljoen barrels aan olievoorraden hebben. En dat is meer dan voldoende om te starten met de commerciële operatie. En dat is geweldig nieuws. En dat er ook een tijdlijn is aangegeven wat er allemaal aan voorbereiding getroffen gaan worden dit jaar. En dat begin volgend jaar het gecontinueerd wordt. En dat zijn allemaal voorbereidingen die te maken hebben met internationale standaarden om uiteindelijk te komen tot die final investment decision. En dat is verwachtbaar in het vierde kwartaal van volgend jaar. Maar wat betekent dit? Dat ze alle voorbereidingen gaan treffen om productiefaciliteiten op te zetten. Daar op de zeebodem is een heel groot oppervlakte, kilometers onder de zee. Waar in feite gewoon een kleine stad ontwikkeld wordt met exploitatiefaciliteiten, met pijpleidingen. Wat allemaal in feite gebracht wordt naar 1 groot schip. En vandaar zal alles centraal gecoördineerd worden met betrekking tot de exploitatie. En natuurlijk heeft dit allemaal veel voorbereidingen nodig. Contractors die komen in beeld. Contracten moeten getekend worden. Maar tegelijkertijd ontstaat vandaag met deze mededeling een nieuwe tijdfase voor ons land. Een nieuwe tijdfase voor ons volk. Namelijk, daar waar er al die tijd een beetje twijfel was, gaan die olie-exploitaties door? Hebben maatschappijen wel prioriteiten voor ons? Ja, hier is de bevestiging. De exploitatie gaat door. Er staat 9 biljoen. Dat is 9 miljard Amerikaanse dollar geïnvesteerd worden in Suriname de komende jaren. Er is dit jaar en komend jaar is er al 500 miljoen Amerikaanse dollar investering voor die voorbereiding van alle activiteiten die moeten leiden tot die exploitatie. Wat betekent dit voor staatsolie? Staatsolie is een 100% staatsmaatschappij. Het is een parastataal bedrijf. En staatsolie heeft 20% aandeel bij al deze exploitatieactiviteiten. Dat wil zeggen, wij kunnen als land datgene wat nu officieel wordt en datgene wat vanaf FID gecommercialiseerd kan worden, ook kapitaliseren. We kunnen het kapitaliseren op front door goede zaken te gaan doen op de kapitaalmarkt, maar tegelijkertijd kunnen we nu al voorbereidingen treffen met onze lokale bedrijven, de local content, in de bankensector, in de assurantiesector, in de private sector, in hotelwezen, in restaurantswezen, in logistiek, in transport. Wij gaan starten namelijk met meer
dan 120.000 barrels per dag. De schatting is namelijk 200.000 barrel productie op dagbasis in Suriname. Dat is meer dan Guyana. En de staat zal 6,25% aan royalty ontvangen. De staat gaat meedelen in die winst. De staat gaat ook die belastingen krijgen. En de staat gaat ook de inkomsten genereren uit die 20% aandeel van staatsolie. Dit betekent allemaal, voor zij die het willen weten in termen van hoeveel geld, dat in 20 jaar tijd Suriname 20 miljard Amerikaanse dollar gaat verdienen. Dat is enorm veel geld voor een samenleving met 600.000 inwoners. Ja, dan zeggen we, dit is Nagado Rocco, dit is Nagado Gionu. Nu kunnen alle Surinamers een goed inkomen hebben. Nu kunnen alle bedrijven goed draaien. Nu is er zicht en hoop voor het Surinaams volk dat ze zoveel offers gebracht hebben om die crisis te beheersen, de financiële crisis te beheersen, de economische crisis te beheersen, de schuldencrisis te beheersen. En wie weet, er is licht in de tunnel. En het licht wordt groter. Het licht wordt sterker. Dat voor iedereen duidelijk is dat er een goede toekomst weggelegd is voor ons allemaal. Voor onze kinderen en kindskinderen. Mijn regering zal ervoor zorg dragen dat we deze exploitatie met goed bestuur kunnen garanderen. Dat wij alles zullen doen dat er duurzaamheid is met betrekking tot onze olie- en gaswinning. Want ik heb het tot nog toe gehad over olie. Ja, de baas van Total Energy heeft ook gezegd dat er voldoende gas is aangetroffen. Loy Bradangasisa, met het nieuws is het nu bevestigd geworden dat Suriname een van de grootste olieproducerend land gaat zijn, samen met Guyana in deze regio. Ik feliciteer jullie met deze informatie, maar ik nodig jullie ook uit om samen met ons alles te doen dat wij als land maximale profijt gaan krijgen uit die exploitatie van olie, wat zeer binnenkort gaat starten, maar nu al wij moeten starten met de voorbereidingen, die maatregelen treffen, zodat de levensstandaard van onze bevolking duurzaam kan verbeteren. En wij willen ook gebruik maken van deze gelegenheid om u mee te delen dat ik staatsoliedirectieteam ook gevraagd heb om na te gaan hoe we op front vooraf ook kapitaalinvestering kunnen krijgen, zodat we met dat kapitaal nu alvast verlichting kunnen brengen in onze samenleving. Allemaal gefeliciteerd. God bless you all.